Er kon werkelijk niemand meer bij tijdens de eerste informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond de tweede zeesluis van IJmuiden. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en haven Amsterdam informeerden omwonenden en bedrijven naar aanleiding van de afronding van de eerste fase van de planstudie, waarin onder meer de afmeting van de nieuwe zeesluis, de locatie in het sluizencomplex IJmuiden, de meest efficiënte bouwwijze en de milieueffecten zijn onderzocht. Wat wij op basis van het onderzoek kunnen aangeven is dat het convenant uit 2009, waar een voorkeur werd uitgesproken door de bestuurders over een 65 meter variant, dat die voorkeur uit het onderzoek bevestigd blijft. Dat we daar ook zeg maar binnen alle grenzen qua geld, qua techniek, qua milieu een oplossing voor kunnen vinden. En vervolgens zullen we op basis van dat onderzoek dus aan de bestuurders wederom voorleggen en welke voorkeursbeslissing gaat u uitspreken. Het sluizencomplex in IJmuiden bestaat uit 4 sluizen. Via de grootste daarvan, de Noordersluis, komt meer dan 80% van alle lading naar de Amsterdamse haven. De huidige zeesluis dateert uit 1929 en is binnen 15 tot 20 jaar aan vervanging toe, omdat de sluis dan technisch is afgeschreven. Met de nieuwe zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van het scheepvaartverkeer. Voor ondernemers in de Amsterdamse haven kan de spaden niet snel genoeg in de grond gaan. Het zou betekenen voor onze zeeschepen die nu 45 meter breed zijn, dat ze minder hoeven te lichteren. Dus dat scheelt bij ons een extra handeling qua lichter in de muiden en meer tijdwinst eigenlijk. Ik verwacht niet dat wij grotere schepen gaan gebruiken, maar wel voor de capaciteit van de zeesluis zal het voor ons wel voordelen. Want we hebben nu af en toe wachttijden doordat de sluiscapaciteit eigenlijk overbezet is. Sluizen horen bij IJmuiden en met deze vernieuwing zullen de sluizen nog minimaal 100 jaar bij IJmuiden horen. De tweede fase van de planstudie wordt in het voorjaar afgerond. Donderdagavond 8 maart is er in Amsterdam nog een informatiebijeenkomst over de tweede zeesluis.